zo werken wij niet aan daden. Alleen het hier. Heb jij? Wat is er dat jij mee koopt? Doe niet anders. Ja, ik ben Jorda, de oudste dochter. En mijn andere zusje woont in Amsterdam. Oh ja? Dus eigenlijk zit ik hier lekker te koken. Die komt alleen eten en wij maken het klaar. En mogen we dan de verdeling, want jij doet alle pasta's en andere gerechten en je vader de pizza's. Hoe werkt dat? Ja, dat klopt. Vis en vlees wanneer we weer open mogen. Dus hoofdgerechten. En nu is het pasta en wat voorgerechtjes. En als het nodig is, ga ik helpen met beleggen. Maar voor zover dat gaat, kan hij het eerst in zijn eentje doen. En hoe zit dat met jouw Italiaans gevoel? Dan vraag ik me altijd af, want jij bent natuurlijk een kind van een Nederlandse moeder. Nederland, hè? Ja. Ik ben daar geboren, dus... Oh ja? Ja, ik kon eerder Italiaans en daar was Nederland. Daarna was Nederland. Dus en ja. Je houdt van allebei de landen? Tuurlijk. Je hebt in ieder geval een mooie Italiaanse schort dan. Ja, dankjewel. Wie houdt er dan niet van Italië, hè? Ja, ik vind het een prachtig land. Dit 61. Ja, voor die extra uithartjes op. Ja. Nummertje 61, spaghetti alla scogna, Napoli extra artichok in de ui. Goed, pas daar hoor je niet. Ja, dat weet ik. Ja. En deze ook goed. Ja, dankjewel. Eet smakelijk. Ik weet dat met de zaken gaat doen. Gaat het gewoon goed voor jullie, ja? Niet klagen. Nee, joh. We hebben wij onze vaste klanten, die helpen ze. Ja. En wij hebben goed. Ja, niet te beter. Mag niet klagen. Nou, het is minder. Ja, onze drank. Ja. Ik moest die weinig bijna allemaal zelf op drinken. Oh, dat vind ik niet erg, zo veel spijt van. Ja. Ja, want en normaal als je hier gewoon geopend bent, hoeveel tafels hebben jullie dan nog? Met 17 tafels. 17 tafels. Ja. Dus dan heb je toch bijna over 60, 70 mannen? Nee, maximaal 45, 50. Ah, okay. Maar twee keer ook, is ook goed. Ja. En Gaetano, en die Colandrea zeg ik het goed? Ja, ja. Oh. Hey, die Colandrea. Van Napoli, hè? Napoli. Ja. Hey, maar ooit zei je nog eens tegen mij een paar jaar geleden dat je misschien ooit ook nog terug wil naar Italië. Hoe denk je daar tegenwoordig over? Ja, dan moet je toch wel wachten. Maar ja? Dat zijn op mij weggestolen. Dat zij de zaak overnemen door je? Ja, dat bedoel ik. Ja? Ja, dan gaan ze dat gewoon niet doen, want zij wil niet dat de vader weggaat, denk ik. Hele goeie. Dankjewel. Ja. Oké, stop op mijn hoek. Ja. Emotioneel wordt het. Maar wat bedoelen jullie? Nou, laten we het dan over de voetbal hebben. Hoe is het met Napels? Ja. Het begint ook maar niet. Vandaag, nee, is geen probleem met de Napels. Ik kom er goed. Ja. Vandaag is onder de dagen. 100 dagen? Dat onze vriend overleden is. Oh ja? Is dat 100 dagen geleden? 100 dagen, ga je tellen. Is dat jouw grootste held ooit, Diego Maradona? Ja. Hij heeft Napoli echt wel, toen het landskampioenschap en zo, en niet. Nee, weet je. Oh, ja. Vandaag, ik denk eerlijkste dag. Ja? Maar ja. Maar dat is voor jou echt wel een van de belangrijkste dingen in het leven, voetbal. Ja, ik denk ik wel hoor. Spreken jullie altijd Italiaans onderling? Ja. Ik kan eigenlijk geen Nederlands spreken. Ik moet altijd, als hij een sms'je stuurt, moet ik altijd heel veel lachen. Ik snap wat, precies wat hij zegt, maar je zegt het altijd anders dan iemand anders. En dit, ik zei het ook tegen de collega's hier, je had van het hele winkelcentrum de collega's beschreven. Geniaal. Hey, maar jij had ook nog een tijdje je zaken, uw pranzo in de binnenstad. Vond je dat niet meer leuk of was dat niet meer goed te combineren? Dat je... Nee. Daar was alleen te veel werken. Ja. Te veel. Maar jij deed en daar en hier soms? Ja. En 54 jaar is goed. Ja, en af en toe met je hart en zo. Hè? Je werkt veel te hard, hè? Met de hart, ja. Ja. En hoeveel dagen ben je hier in de week open? Nog 5 dagen. Ja. Maandag en dinsdag niet. Een rustige leven. Ja. Ze honger hebben, die komen eruit. Dan komen ze eruit gekropen. Oh ja, dan komt er een, zeg. Je gaat eten. Zijn levende, toch? Dus je maakt ze wakker met zout? Ja. Mooi, man. En die zijn wongelen, mosselen. Kijk, het super wongelen. De Nordinis. Wat zijn dat dan? Die geven we altijd als mensen komen eten. Krijgen we er 2 per persoon. Dat zijn broodjes. Broodjes met hele lekkere kruiden. En is jullie keuken, is dat ook typisch Napolitaan of gaat dat weer te ver om te zeggen? Ja, het is wel een beetje gebaseerd op de manier van hoe ze in het zuiden koken. Ja. Dus gewoon... Nee, het is geen wel warme gerechten, maar geen polenta, geen soepen. Wel of geen ananas op pizza? Nee, hè? Nee, maar toch. Verkoop je hem wel de Hawaii? Ja, ja. De kinderen weg. Mensen vragen het, hè? Ja. Ja. Ja, ik vind het toch altijd wel lekker, maar het is... Hebben jullie wel veel contact met de Italianen in de stad? Ja, kennen jullie elkaar allemaal? Wel. Ja. Ik heb goede contact met
alle Italianen, ook met alle Nederlanden. Ja, ja. Met Italiaan, ook met Piccolo Italia, met de Silvana, met Enzo. En dan is het klaar, Italianen zijn niet meer. Ja. Wij zijn eens met vier echt Italiaan. Ben jij vaste klant hier? Redelijk. Ja? Ja, redelijk. En een buurman. En de buurman. Kijk. Ja, inderdaad. Eet smakelijk? Ja, kom goed. Ja, eet smakelijk. En hoe lang werk jij hier al? Dit is mijn derde week. Derde week? Dus jij bent echt nog helemaal nieuw. Ja. Kan je er een beetje mee omgaan met die mensen? Is leuk te doen? Ik krijg een lekkere eten, borden met chili peper, 2 dagen werken, 10 euro voor. Ja. Dat is mooi toch? Zeker. Jij werkt hier ook al wat langer, hè? Ja, ik werk hier al 5 jaar, denk ik. Ja? Zo ongeveer. En dan doe je het met alle plezier blijkbaar. Ja, zeker, ja. En ik vroeg net of je ook familie was en toen zei jij van ja, niet helemaal, maar een soort half zusje. Toen werd de Gaetano nog bijna boos. Ja. Ja. Als jij maar binnen bent, ben je toch een soort onderdeel van de familie? Ja. Ja? Hartstikke. Versta jij Italiaans? Ja. Ja. Ik kan het soms begrijpen, wat ze dan... Ja, zo zag je het dan wel, ja. Ja. Zou jij dan inderdaad verder willen in dit vak? Weet ik niet, want... Heb jij hier ook gewoon een... opleiding afgemaakt? Of, ja, ik ben afgestudeerd als engineer. Ik doe nu heel veel de keuken, maar de bediening vind ik ook hartstikke leuk. Het contact met de mensen, dat is gewoon hartstikke gezellig. Ja. En dat, is zo nu een beetje, maar... Maar als er een hele mooie baan in de engineering voorbij komt, dan zou het toch kunnen dat je ook nog eens wat anders gaat doen. Weet ik niet. Dat is gevaarlijk. Ja, misschien. Ja. Nee, ik mis het mensencontact. Hallo, en eentje extra gebaat. Ja, het was het. Oké, een huisje hebben wij. Ja. Over 20 minuten wat ik ook. Die is goed volgeladen, zeg. Zo, ja. Pas net. Ze hebben wel lekkere smaak samen. Extra vroegen de mensen. Ja. Die knoflook, die gaat in één keer. Gaat die hard branden, zeg maar. Die moet altijd erbij blijven. En nu is het gewoon als hij bijna bruin is. Ik vind het lekkerder als het nog donkerder is, maar dat doen de meeste mensen niet. Dan moet die echt gewoon van het vuur. Nee. Ik zit in de keuken in Italië. Hoe simpeler, hoe lekkerder.